sta hier op de Horecava met Paul Bom van de Vegetarische Slager. En jij bent de Vegetarische Slager? Ik ben de Vegetarische Slager, ja. En onlangs nog een wortel vermoord, of hoe moet ik dat zien? Ja, we slachten wel wat peulvruchten links en rechts, ja, klopt. Okay. Hoe kom je bij het woord slager? Dat is nog een andere vakmanschap? Nou ja, het is zo dat wij vegetarisch vlees verkopen, dus ja, de woord vegetarisch slager was snel verzonnen. En het dekt de lading. Wat is het? Iedereen snapt gelijk wat we doen. Hè? Of het nou klopt, het woord, de naam of niet. Iedereen snapt wat we doen. Dat klopt. Ja. Ik ben zelf vegetariër al een jaar of 15. Ik heb een stukje geproefd. Het smaakt nog in mijn herinnering heel erg als vlees. Wie is jullie doelgroep? De doelgroep is eigenlijk de vleeseter. Die zegt van ja jongens, zo kan het niet langer. Wij willen wat minder vlees gaan eten. Maar hoe? Weten niet hoe ze met tofu en tau en sojaproducten om moeten gaan. Moeten toch die eiwitten binnenkrijgen. Nou, dan komen ze bij ons en ze willen een gehaktballetje eten. Dan kopen ze dus een gehaktbal en ze hebben trek in kip. Dan kopen ze dus kip. Maar het is dus niet van kip of van gehaktbal gemaakt. Waarvan is het dan wel gemaakt? Het is van soja gemaakt en lupine. Dat zijn onze twee voornaamste ingrediënten die wij gebruiken. Lupine, soja ken ik, maar lupine is een onbekend product voor mij. Lupine is familie van soja. Alleen lupine is Nederlands, in dit geval bij ons dan ook nog eens biologisch teelt. En dat is een mooi product van vaderlandse bodem. Oké, en verkopen jullie het al veel? Is er een goede markt voor in Nederland? De markt is ontzettend groot en groeit ontzettend snel ook nog eens een keer. Die vleesverlater of flexitaria, nou, daar zijn een aantal woorden voor. We hebben een winkeltje in Den Haag, daar is het mee begonnen. We hebben inmiddels een 120 plekken door Nederland waar ons product verkocht wordt. Bij groenteboeren, slagers, natuurwinkels. En we zijn nu de horeca aan het veroveren. Samen met DeliXL. Samen met DeliXL, waar het product al ligt. Ja, klopt. Mooi. Nou, hartstikke bedankt voor het interview. En ik hoop dat je een hele succesvolle dag hebt, want ik vind het al fijn als mensen vegetariër worden. En succes! Dankjewel, DeliXL ook. Dankjewel.